Gelijk de belemmerde overtuiging, kan ik dit wel? Maar aan de andere kant krijg ik toch ook weer zoveel energie van ja, dit is wat ik eigenlijk wil. Voor zakelijke groei. Ik heb weer een doel in mijn dag en ik vind het gewoon heel fijn om mensen te ondersteunen en het gevoel te hebben dat ik iets voor iemand anders kan betekenen. En persoonlijk heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en ben ik voor mezelf gegroeid als persoon. En ja, dat heeft me gebracht waar ik nu sta. En dat is dus inderdaad duidelijk uit die comfortzone stappen. Ja, gewoon prima. Het is ook inderdaad denk ik heel goed dat er op verschillende vlakken een andere VA is die bepaalde taken op zich neemt. En bijvoorbeeld Yvonne ook, die benadert je gewoon van hoe is het gegaan met de fotoshoot en met het logoontwerp. Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Nou, dat is gewoon hartstikke fijn als je op die manier benaderd wordt. Wat heb ik tot nu toe bereikt? Ik ben sinds een week of twee ben ik echt actief aan het netwerken. Daar moest ik wel even een duwtje van Danielle voor hebben, maar dat is dan toch gelukt. Erg leuk. Heel veel positieve ervaringen van. En inmiddels heb ik dan één klant en ik, waarschijnlijk een tweede klant. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om me verder te ontwikkelen en ja, om op deze manier verder te gaan. Ze heeft een bijzondere gave, vind ik, als persoon. Ze kan je motiveren, ze kan je overtuigen. Ze kan je op het moment dat je het nodig hebt net dat duwtje in de rug geven. En ik heb inmiddels na een aantal maanden heb ik heel veel respect voor haar als persoon. Maar ook zeker voor hetgene wat ze als bedrijf opgebouwd heeft.